Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen. Voor wooncomfort moet u zijn op de Markt 29 in Boksel. Joosten Glas en Schilderwerken. Joosten kunt u vinden aan de Van Merheimstraat in Boksel. Kalman Media Producties en Koppen Bouwgroep Liemde. In Dommeland Live kijken we vooruit naar een nieuw seizoen, een nieuwe start en nieuwe projecten. Het intro wordt nu voorgelezen door de Bokstelse voorleeskampioen Daan Breuer. Ik zit in groep 8 van de Sint-Petersschool. Ik mag Bokstel gaan vertegenwoordigen in de provinciale finales op 21 maart en 17 april. En wie weet sta ik in mei wel in de landelijke finales van de nationale voorleeswedstrijd. Op vrijdag 13 februari is de heilige bloedprocessie van Bokstel geplaatst op de lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Ineke Stroeken, directeur van het Nederlands Centrum voor Cultuur en Immaterieel Erfgoed, vertelt in onze uitzending samen met Toon Slaats wat dit precies inhoudt. Ledlicht verandert kleur van de nacht. Met deze uitspraak stond Marijn Koelink in het Brabant Centrum. Als eindopdracht voor zijn studie documentaire fotografie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag was Marijn nachten op pad om de mooiste foto's te maken. Kleur en emotie kun je niet zomaar van elkaar loskoppelen. Op de Angela School is 23 februari het project Bizworld gestart. Bizworld is een vakoverstijgend ondernemerspel waarbij leerlingen hun eigen bedrijf runnen. Wij praten met Fleur en Nick, beide algemeen directeur en docent Abel Adams. Het Bokstheater en theatergroep Orion zijn druk met de nieuwe producties. Bij ons zijn ze te gast en misschien lichten ze al een tipje van de sluier op. Of willen ze al een voorproefje spelen. Het is vandaag 24 februari. Welkom bij Dommeland Live. Ja, nu ziet u mij weer in beeld. Heeft net kennis kunnen maken van een van mijn gasten van vanavond. Ik wil ze allemaal even heel graag aan u voorstellen. Daan Breuer, hartelijk welkom. Fleur Verhagen, ook welkom. Nick van Zanten en jullie directeur, helemaal in de war, want jullie zijn natuurlijk zelf directeur en jullie docent, Abel Adams. Hey Daan, dat ging goed. Ja, vond ik zelf ook best wel goed gaan. Ja. Beetje zelfvertrouwen is straks goed voor de provinciale voorleeswedstrijd, hè? Ja. Ja. En ik dacht nog wel, oh, ik maakte me zo'n zorgen, want er stonden best moeilijke woorden in, hè? Ja, best wel, ja. Ja. En jij deed het zomaar even uit de losse hand. Ik had het zelf niet veel beter gedaan, hoor. En hoe ga jij je nog verder voorbereiden? Ik ga misschien hetzelfde boek kiezen, maar dat weet ik niet. Je moet wel een nieuw stukje kiezen en dat ga ik ook doen. Maar misschien wel uit hetzelfde boek, want het is ook gewoon een heel leuk boek. Welk boek? Hotel de Grote L van Sjoerd Kuiper. Oké. Okay. En dat is een van jouw lievelingsboeken? Ja, ik heb het net uit, want mijn broer had het geadviseerd. Oké. Okay. Hey, maar jouw broer had het geadviseerd. Ja. Je hebt een tweelingbroer. Is het niet zo dat jullie altijd alles hetzelfde doen? Nee. Oké. Okay. Want ik dacht nog, die gaan mij vast voor de gek houden. Want ja. Jelle en Daan, want ik zoiets had van, kan ik ze nog wel uit elkaar houden? Maar dat ging goed. Ja, dat ging goed. Ja. Hey, en wil jij later naar school iets doen met lezen? Of? Ja, ik heb nog geen idee wat ik wil worden. Dus. Ja. Ondertussen vind je lezen gewoon leuk? Ja. Oké. Okay. Jij blijft lekker zitten. Ik ga met de twee leerlingen die naast jou zitten praten. Want hebben jullie überhaupt ook meegedaan aan de voorleeskampioenschappen? Ja, ik heb de voorronde, maar daar was ik jury. Ja. Oké. Okay. Want even voor de kijkers thuis. Daan zit op de Sint-Petersschool. Fleur en Nick, jullie zitten op de Angela-school. Jullie zitten hier ook niet voor de voorleeskampioenschappen. Maar jullie zijn met een heel ander onderwerp bezig, hè? Jullie zijn gisteren gestart met Bizworld.
En ik heb van meester Abel begrepen dat jullie allebei algemeen directeur zijn. En dan ga ik eerst aan meester Abel vragen of dat hij gaat uitleggen wat Bizworld inhoudt. Maar dan wil ik heel graag weten waarvan jullie directeur zijn. Abel, ja, Bizworld. Ja, Bizworld is een superleuk project. Eerlijk waar, dat is een van de hoogtepunten in groep 8. Iedereen kijkt ernaar uit. Wat is het? Bizworld is eigenlijk, wat Daan in de introductie goed voorgelezen trouwens, vakoverschrijdend is. Wat betekent eigenlijk? Ja, normaal hebben wij reguliere rekenlessen, reguliere taallessen. En die zetten wij nu om in het project. Het project houdt eigenlijk in dat er in gerekend wordt. Er komt taal in terug, er komt aardeskunde in terug, er komt geschiedenis in terug. Want als ik even het onderwerp van dit jaar is eigenlijk duurzaamheid. En maak een tas in welke vorm dan ook van duurzaam materiaal. Mm-hmm. Nou, dat betekent dus dat de term duurzaamheid, ze moeten iets over de wereld weten. Bijvoorbeeld, meer dan 1 miljard mensen leeft maar van 5 liter water per dag. Ja. Terwijl er normaal liter is het 20 liter per kijk dag. Kijk maar eens, als je 's ochtends doucht, hoeveel verbruik je dan? Ja, hoeveel verbruiken wij niet? Hè? Ja. Het is eigenlijk een luxe probleem. Wat we laatst ook zagen, is dat de Universiteit Eindhoven heeft natuurlijk met duurzaamheid, met hun auto op zonne-energie, een prijs gewonnen. En die gaan erop voortbeduren om dat de auto van de toekomst te maken. Ja. Toen hebben wij bedacht, ja, we moeten toch iets met duurzaamheid doen. Er moet een product in overstaan, wat natuurlijk verkocht moet worden. Want de doelstelling is natuurlijk winst maken en zoveel mogelijk geld verdienen. Want het wordt echt geprojecteerd, het project wat ze doen, op zeg maar het echte economische leven van de bedrijven bij ons in Nederland. Het is gewoon een onderneming. Ja. Ze moeten beginnen om te solliciteren op een functie. Dat kan algemeen directeur zijn, dat kan financieel directeur zijn. We hebben een marketingdirecteur, we hebben een communicatiedirecteur. En wie neemt die gesprekken af? Als er veel sollicitanten op één functie zijn, dan kunnen ze naar onze directeur, Jos Korsten, dan moeten ze op gesprek, moeten ze duidelijk maken waarom zij die functie willen hebben. Nou, natuurlijk een heel spel van tevoren al, voordat ze überhaupt in een... Ik wil heel erg... Vind je dat erg als ik af en toe even switch naar ze? Ik heb ze niet voor niks meegenomen. Nee, want Fleur, heb jij een sollicitatiebrief geschreven? Ja, ik heb een sollicitatiebrief geschreven. En ik heb ook gesolliciteerd op algemeen directeur. En waarom vond je die functie zo leuk? Ik vind het fijn om het overzicht te hebben en om een groep te leiden. Oké. En het is gewoon om iedereen een taak te geven en om te weten dat alles goed verloopt en ook de verantwoordelijkheid hebben. Oké. Okay. Hoe ging dat bij jou, Nick? Ja, ik wil ook algemeen directeur worden. Ik zat eerst nog te twijfelen. Maar uiteindelijk dacht ik toch algemeen directeur, want ik vind taken verdelen leuk en kijken hoe het gaat met je bedrijf. Dus dat vond ik toch wel om toch voor algemeen directeur te gaan. Oké. Okay. En zijn jullie nu concurrenten van elkaar? Ja. Ja, ik wel, ja. Gaat dat goed? Ja. Ja, op zich wel. Je weet het, hè, Fleur. Er zijn dames in hoge positie in het bedrijfsleven zijn heel erg gewild, hè? Dus dit is misschien een hele goede voorbereiding straks voor jou in de toekomst. Ja. Ja, toch? Mm-hmm. Wat zou je hier verder in willen? Of zeg je van nou eerst afwachten hoe dat het verloopt? Ik heb echt geen idee. Nee. Nee. Zouden ze de kracht en motivatie hebben om inderdaad verder erin te kunnen, denk je? Ze heeft de kracht, de motivatie. Ze is heel erg creatief. En ze kan geweldig goed iets uitleggen aan een ander. Echt supergoed. Nick heeft kwaliteiten. Die kan heel goed delegeren. Heb ik al lang gezien. Maar ik heb natuurlijk al een beetje zitten kijken hoe het gaat in de bedrijven. Nou, het spel is helemaal losgebaasd. We hebben gelukkig... Gisteren zijn jullie begonnen. Gisteren zijn we begonnen. Met behulp van Rutger Jansen. Die is van een hele grote bank hier in Bokstel. Die is bedrijfsadviseur. Ze moeten ook echt een ondernemersplan schrijven. Ze moeten duidelijk kunnen maken welk product ze gaan maken, hoe ze winst kunnen maken. Nou, als het ondernemersplan moet ingeleverd worden bij de bank, Rutger Jansen leest dat door. En ze moeten echt op gesprek bij Rutger Jansen. En dan kan een ondernemersplan, net als in het echte leven, of goedgekeurd worden, of afgekeurd worden. Ja. Wordt het afgekeurd, mogen ze opnieuw beginnen. En als het goedgekeurd wordt, dan kunnen ze helemaal voluit. Oké. Okay. En hoe combineer je dat dan met de lessen op school? Of is het zo van een bepaald dagdeel in de week is gewoon gewijd aan het project? De maandagmiddag en de dinsdagmiddag zijn eigenlijk de vaste Bizworld-tijden. En daaromheen, we hebben natuurlijk ook nog Roeland Heesbeen. Die is ook van een reclamebedrijf, marketingsbedrijf. Daar krijgen ze ook allemaal lessen van. En die begeleiden op marketingsgebied. We hebben iemand van een kledingzaak, Lagar.
Nou, dan moeten ze op gesprek en dan moeten we over winst, verlies. Ik heb personeel, ik heb huur. Moeten ze iets dan gaan ze naartoe. Mogen ze vragen stellen, wordt er uitgelegd, moeten ze een verslag van maken. Dan hebben we nog Hans van Stekelenburg, die gaat echt producttechnisch maken. En we hebben natuurlijk, vergeet daar bijna, Sandra Broos, echt super fanatiek. Begeleidt mini-ondernemingen in het echt. En die begeleidt ook de ondernemingen op school, net als een echt bedrijf. Dus we hebben een boekhouder nodig, er moet echt een boekhouding komen. Mm-hmm. Dus alles komt erbij te kijken wat in een echt bedrijf ook gebeurt. En ze kunnen ook failliet gaan. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling, nee. Het is spel afgelopen. Ja. Maar zit er ook zeg maar, bij de leerlingen zelf nog een stukje competitie in? Van goh, wie maakt de meeste winst? Of wie doet het beste? Of is dat niet natuurlijk echt de bedoeling? Het bedrijf wat het meeste geld, bis-euro's. Ik heb even een stapeltje meegenomen hier. Een beetje monopoliegeld. Nou, het is eigenlijk monopolie. Geen echt geld natuurlijk. Dat gaat niet. Maar ze leren ook echt met aandelen werken. Want een aandeel is geldbaar natuurlijk. Net als een bedrijf die een aandelenkoers heeft, dat is geldbaar. Maar het gaat echt om winst maken. Het bedrijf met de meeste geld uiteindelijk, dat is de winnaar. Maar ze kunnen individueel, het beste marketingdirecteur, dat wordt beoordeeld, kan een prijs winnen, de beste algemeen directeur, de beste verkoop. Iedereen kan iets winnen. En uiteindelijk wint natuurlijk iedereen, want het is een superleuk project. Ja, tuurlijk. Nick, wat heb jij voor een bedrijf opgericht? Ja, wij zijn de Paarse Mantel. En dan, wij proberen zo goed mogelijk reclame voor ons te maken. Dus wij zijn nu bezig met het ondernemingsplan. Mm-hmm. We hopen dat die goedgekeurd wordt. En dan moet je, als die goedgekeurd wordt, krijg je die aandelen. En die aandelen die kunnen bis-euro's waard zijn. En het meeste is 10 bis-euro. Dus als je geldproblemen zit, kan je die aandelen inleveren bij de bank. En dan krijg je 10 bis-euro. Okay. En als je ondernemingsplan iets minder is, dan kan die 5 bis-euro's waard zijn. Dus dan krijg je minder bis-euro als je in de geldproblemen zit. Dus je moet eigenlijk op alles goed letten en alles goed doen. En gewoon onderweg ook af en toe een beetje bijsturen, denk ik, hè? Dat is denk ik ook heel belangrijk. Ja, want bij die kledingzaak bij Lagarde, daar zijn we dan vragen wezen stellen. En dan moet je uiteindelijk kan je daar een verslag over schrijven. En wie de beste vragen en het beste verslag heeft gemaakt, die kan nog eens 30 bis euro winnen. Zo. En zo uiteindelijk kan je... Hij is wel goed met de centen bezig, ja, hè? Ja, hij is echt... Ja. Fleur, en wat voor een bedrijf, welk onderdeel zit jij bij? Wat is jullie bedrijf? Wij heten de Diamant. Zo. En En onze doelgroep is de actieve senior. Ja? Dus daar gaan we een tas, een rugzak iets voor ontwerpen. En hopen dat ze er iets aan zullen hebben. Oké. En heb je al een idee hoe dat eruit moet gaan zien? Of ben je nu nog een beetje in het voorstadium dat je met je team moet overleggen? We zijn druk bezig om met de marketingdirecteur en de ontwerpdirecteur om daarmee te overleggen hoe het er zeg maar uit komt te zien. En daar hebben we allemaal een andere mening over, dus we proberen dat allemaal samen te voegen. En daar kun jij een grote rol in spelen natuurlijk. Ja. Ja. Vind je dat leuk om te doen? Ja, ik vind het wel leuk om zeg maar iets alles te begeleiden zeg maar, om een beetje te zien wat iedereen voor ideeën heeft. En stel dat het nou niet tot een compromis komt, wat dan? Dan gaan we uiteindelijk misschien kijken wie het beste argument daarvoor heeft of zo. Of wat er het mooist uitziet. Ja. Kun je streng zijn? Ja. Soms moet dat wel natuurlijk, hè? Je kan niet met iedereen vriendjes blijven meer. Ja. En dat is best moeilijk, denk dat ik, hè? Dat is heel erg moeilijk, want directeur is moeilijk. Echt een hele moeilijke functie natuurlijk. Maar je bent verantwoordelijk voor je bedrijf. Stel dat iemand niet functioneert, ja. Je kunt ook mensen ontslaan, hè? Dat hopen we niet natuurlijk. Nee. Dat zou echt jammer zijn. Maar het is mogelijk, net als in een echt bedrijf. Ja. Als een werknemer niet functioneert, jammer, maar dat kan wel. Ja, ja. Ja en uiteindelijk resulteert dat natuurlijk. We doen het bijna 2 maanden. Dus echt heel erg super echt opgezet. En uiteindelijk weten deze 2 algemene directeuren, die mogen eigenlijk een klein geheimpje vertellen. Oeh. Dan moeten ze heel snel zijn, want we zijn bijna door onze tijd heen. Maar dat mag nog eventjes. Dat mag wel eventjes. Wie mag ik het woord geven daarvoor? Ja, ik wil het wel vertellen. Want we hebben altijd dezelfde locatie gehad met de Big Sale. Dat is de eind waar je kan shoppen dan. Waar onze producten kan kopen. En die is dit jaar op een nieuwe locatie. En die zit bij het waterschapsgebouw. Een beetje bij Münzo in de buurt. Mm-hmm. Bij op een kantoor. Dus echt een officieel kantoor wordt het dit keer gehouden.
En daar wordt dan de winnaar bekendgemaakt die het beste... Wauw, dat is natuurlijk wel heel gaaf. En dat is ook wel superleuk dat ze dat hier bekend mochten maken. Wij houden er altijd van dat we gewoon de nieuwtjes mogen brengen. Tuurlijk. Ja, ja. Ja, Abel, je had me al gewaarschuwd over Biz World. Kunnen we uren praten? Kunnen we uren over praten. Maar ja, ben veel te enthousiast ik voor. Dat is ook helemaal niet erg. En ik wens jullie ook onwijs veel plezier daarmee. De komende 2 maanden. Volgens mij moet dat wel gaan lukken. Als het allemaal van dat soort enthousiaste teams zijn. Alleen maar enthousiaste leraren. Met een enthousiaste leraar daarin. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja. Daan, jij heel veel succes. Dankjewel. Bij de provinciale. En ik hoop ook bij de Nederlandse... selectie voor kampioenschappen, voorleeskampioenschappen. En wij gaan even kijken naar wat beelden van de bloedprocessie van afgelopen jaar. Na de heilig bloedprocessie, de beelden die we zien, hebben wij hier 3 nieuwe gasten zitten waar we heel graag weer verder mee praten. Zoals ik al gezegd heb, 3 nieuwe gasten bij ons aan tafel. Heel hartelijk welkom, Ineke Stroeken, Toon Slaats en Marijn Koelink. Marijn, ik ga eerst met deze 2 gasten, kom zo meteen bij jou terug. Goed. Over jouw onderwerp. We keken net al de heilig bloedprocessie hier in Boksel. Ja, Toon, jij hoort eigenlijk gewoon helemaal te zitten te glimmen daar op die bank. Ja. En dan, ik moet echt kijken, want de heilig bloedprocessie, Dani las het net zo voor. Geplaatst op de lijst... Nationale inventaris immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. Ja. Het is een hele mond vol, Ineke. Wat houdt het precies in? Ja, het is eigenlijk een lastige term, immaterieel cultureel erfgoed. Wij korten het ook al af, immaterieel erfgoed. Maar het zijn tradities. Dus het is cultuur die je van je ouders en grootvaders overneemt... en op jouw beurt weer doorgeeft aan je kinderen en kleinkinderen. Wij zeggen ook wel eens levend erfgoed... Want het zit in de harten en de hoofden en de handen van mensen. Kijk, we hebben, als je aan erfgoed denkt, dan denk je aan monumenten, aan museumvoorwerpen en archiefstukken. Dat is materieel erfgoed. En die tradities die waren nog niet beschermd.
En in 2003, toen hebben de lidstaten die bij UNESCO waren aangesloten, mm-hmm. die hebben gezegd van ja, we moeten toch dat die tradities gaan beschermen. Want ze zagen wereldwijd heel veel kennis verdwijnen. En onder druk van landen als in Afrika, in Zuid-Amerika, daar hebben ze minder materieel erfgoed, maar heel veel rituele feesten. Denk maar aan het Amazonegebied, daar hebben ze heel veel kennis van geneeskundige planten. Nou, al dat soort kennis verdween heel snel. En vandaar dat het ook beschermd is. Okay. Nou, en in Nederland heeft dat verdrag in 2012 ondertekend. En wij moeten dat verdrag in het Koninkrijk Nederland uitvoeren. Nou ja, een van de eerste dingen is natuurlijk het heet een nationale inventaris. Maar het is eigenlijk een soort rijksmonumentenlijst. Alleen dan van levend erfgoed. En ja, jullie stonden er eigenlijk al heel snel op, hè? Ja. Toon, ik heb echt het idee dat het eer naar werken is. Ja. Het is zeker eer naar werken. Ja, we zijn er ook heel trots op dat we zover zijn gekomen. Ja. Maar dat kan ook alleen maar door al die mensen die daar elk jaar aan meewerken, om die in stand te houden. Ik doe het nu ruim 40 jaar. Maar voor mij waren er weer anderen. En ik hoop dat er na mij ook weer komen. Ja. En ja, een van de dingen bijvoorbeeld die wij nu gestart zijn, is het scholenproject. Waar wij zelf vinden dat het heel belangrijk is om het voor de toekomst behouden te blijven. Ja. En wij hopen dan ook dat de scholen inderdaad dit schooljaar echt in grote getalen mee gaan doen. Ja, want dat is bij immaterieel erfgoed. Dat kan een professional kan dat niet beschermen. Bij materieel erfgoed kan dat wel, maar bij immaterieel erfgoed kan dat niet. Dus zij staan ook wij noemen dat als community, als gemeenschap, staan centraal. Het is dus ook dat jullie eigenlijk plaatsen. Ik teken alleen maar omdat ik gezien heb dat zij getekend hebben. Mm-hmm. Maar zij zijn eigenlijk de belangrijkste in het beschermen. Zij alleen kunnen die liefde doorgeven. Ja. En dat moet je ook doen. Hè? Ja, ja. Als ik het iedere jaar ook weer zo zie bij de Heilig Beroepprocessie. Al die vrijwilligers die daaraan meewerken. Die liefde zit hier in Bokstel diep. En volgens mij is dat ook weer een beetje echt zo'n golfbeweging die nu omhoog komt, denk ik. Ja, laten we het hopen dat die weer opbloeit. Want het is inderdaad wel golfbeweging, maar ja, door de jaren heen is hij toch altijd goed in stand gebleven. En we hebben elk jaar toch zo'n 500 vrijwilligers die aan de processie meedoen. Ja. En daar zijn we ook heel blij en heel trots op. Ja. En nu dat het op die lijst staat, is het dan ook echt dat het definitief op de lijst staat? Of moet je dan soort bewijs van goed gedrag iedere keer om de zoveel tijd weer aanleveren? Nou, goed gedrag is een groot woord. Maar zij moeten, voordat ze op die nationale inventaris komen, moeten ze een erfgoedzorgplan maken. Mm-hmm. En dat betekent dat je de problemen in de overdracht naar volgende generaties in kaart brengt. Dat kan zijn, mensen kennen het verhaal niet meer. Of het bestuur wordt te oud. Hele praktische dingen zelfs. En ze moeten daaraan werken om dat op te lossen. En elke 2 jaar moeten ze daar verslag van doen. En elke 6 jaar moeten wij de hele inventaris doorlopen en dan moeten we weer verslag van doen aan UNESCO. Okay. Dus dat is, en als het uitsterft, dan ga je er ook vanaf. Okay. Ja. Nou, denk ik dat bij de bloedprocessie valt het wel mee, denk ik. Denk het ook, ja. Maar er zijn natuurlijk wel ook tradities waar we heel veel zorg over hebben, hoor. Ja. Wat ik wel mooi vind, je kaart het net al een paar keer aan. Er wordt echt een certificaat ondertekend. Ja. We hebben daar wat beelden van. Oh, wat leuk. Het lijkt me leuk om daar eventjes naar te kijken. Ja. Dan heeft iedereen toch een beetje zo van, hoe gaat dat in zijn werk? Op het moment dat het getekend is, mag er ook dit logo gevoerd worden. En er komt ook nog een eigen logo, wat bijvoorbeeld de burgemeester en zo mag gebruiken, waarin ook staat de Heilige Bloedprocessie staat op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Wilt u hier tekenen? Misschien. En dan de burgemeester. Gefeliciteerd. Ja, en dan is alles ondertekend. Is het definitief? Dat certificaat, hebben jullie dat zelf, Toon, of is dat op het gemeentehuis? Nee, dat hebben wij zelf. Oké. Okay.
En het scheelt je ook. Ja. Okay. Wij moeten daar naar een mooie plaats voor zoeken, want we hebben geen eigen home, zeg maar, of waar de mensen komen. Maar wij denken in het MUBO, waar ook het een en ander van het bloedprocessie hangt, om daar het certificaat bij te hangen. Ja. Leuk, mooi. Dan kan iedereen het zien. En ja, dat is toch, toch weer een extra reclame om op 31 mei weer mee te lopen. Nou, je haalt me eigenlijk de woorden uit de mond, want ik zit me af te vragen, heeft dit nou invloed op de bloedprocessie van 31 mei dit jaar? Ik hoop eigenlijk van wel. Ik bedoel, het is een erkenning en het heeft de nodige publiciteit. Ik denk zeker dat het helpt. Ja, je ziet bij de meesten dat het echt een steuntje in de rug is. Ja, je moet er ook over nadenken, want je kunt veel meer toeristen krijgen bijvoorbeeld. Ja. Het ligt er ook een beetje aan jezelf natuurlijk, hoeveel je er gebruik van maakt. Maar het is gewoon, het maakt het zichtbaar. Mm-hmm. En het is een erkenning dat het belangrijk nationaal erfgoed is. Ja. En tot nu toe, en je zit ook in een, met anderen word je ook opgenomen in zo'n belangrijke lijst, waardoor je ook veel zichtbaarder wordt voor de rest van de wereld. Wat staat er überhaupt in Boksel nog meer op die lijst? Ja, Boksel heeft er twee. En wat is nummer twee? Nummer twee is Jastekeistamper. Ja, oké. Okay. Die waren ons voor. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar het is hun gegund hoor. Ja, waarom niet? Nou, samen, het bijt elkaar natuurlijk niet, toch? Nee. Maar het mooie is van iemand er erfgoed dat het elke plaats, elke gemeente, geeft het iets unieks. Hè? Het geeft een heel uniek gezicht. En dat is voor een gemeente ook heel erg goed. Want het is heel kleurrijk. Hè? Het is, ik vind het zelf een schat aan tradities die je eigenlijk normaal niet zo in de gaten hebt. Nee. Ik ken het bloedproces toevallig wel. Ja. Want als kind kwam ik hier wel eens. Maar dat verhaal erachter en zo, als ik dat vertel ook aan anderen, hè? Dan is het een heel mooi verhaal. Ja. En dat is toch wat het ook leefbaar maakt. Hè? Ja. En leefbaar moet houden. Ja. Want ik zit me dan af te vragen, je staat dan nu op zo'n hele mooie lijst. Is er ook nog iets boven die lijst? Kun je nog een trapje hoger? We kunnen een trapje hoger. En daar is ook de bedoeling, samen met Hoogstraten, die in België al op de lijst staan, om samen verder te gaan om op de internationale lijst van UNESCO te komen. Ja. Maar of dat lukt, dat weet ik niet. En dat is ook nog een lange weg, denk ik. Maar we willen het wel proberen. Ja. Ja. En ik denk door de samenwerking met Hoogstraten dat het toch een pre is om op die lijst te komen. Ja, dat denk ik ook. Ja, er zijn drie UNESCO-lijsten. Eentje is voor representatieve erfgoed, eentje is voor bedreigd erfgoed en eentje is voor wat wij noemen dan goede voorbeelden van bescherming. Mm-hmm. Dus als je heel erg leuke ideeën hebt van bescherming, dan kom je op die lijst. Nederland heeft er nog niks op staan, we zijn bezig met de procedure. Het is heel veel werk. Wij moeten inmiddels, kijk, België heeft er al meer op staan, maar dat komt, toen waren er nog maar weinig landen die ondertekenden. Wij moeten heel veel landen meekrijgen, maar wij gaan ook voordragen. En juist die connectie met Hoogstraten is natuurlijk wel heel bijzonder. Is heel bijzonder, daar moeten we van profiteren. Ja, dat denk ik ook. En Hoogstraten wil het zelf ook. Die hebben gewacht, om nou samen verder te gaan. Ja, en ook die verschillen is ook heel erg leuk. Hè? En bij de een heel stil en de andere knielen. En dat er ook nog zoveel dat tastbare voorwerpen bij zitten. Het plaatje is compleet. Ja. En ik denk juist Hoogstraten en Boksel samen maakt de basis gewoon heel sterk en ook breder. Ja. 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 We hebben nog wat om te doen. Ja, maar goed, houd je van de straat, hoor. Ja, dat is waar. Het mooie van die dingen is dat, dat iedereen vindt zijn traditie het mooiste wat er is. Hè? Ja. Er zit zoveel passie hier. En zoveel, al 40 jaar. Mensen doen het zo lang. En, die zijn er heel veel mee bezig. En dan is dit echt ook wel een erkenning van al die vrijwilligers. Het is ook heel herkenbaar. Ja. Want ik kom zelf niet uit Boksel. Ja. Maar je hoort wel van heel veel mensen van Boksel in een bepaalde periode. Het was not done eigenlijk. Als je niet een keer mee had gelopen in de heilig bloedproces. Ja. Heb jij meegelopen, Marijn? Nee, nooit. Maar je kent jammer. Het wel. Ik ken het. Ik ben denk ik 1 of 2 keer gaan kijken. Ja. Ja. Maar eerlijk gezegd nooit echt heel veel aandacht aan besteed. Nee, maar je zult maar. Ja, dat wil ik wel vertellen. Nee, maar je zult uit jouw omgeving en van vrienden of zo ook wel gehoord hebben die misschien wel mee hebben. Ik ken gelopen. Wel vrienden die hebben meegelopen, inderdaad. Ja. Ja. Maar ik vond het altijd meer leuk om langs de kant te kijken en wat de taferelen en zo. En natuurlijk het verhaal ook. Ja. Ja, maar dat is ook mooi, want die combi moet er ook zijn. Die moet er ook zijn, ja. Ja.
Ja, en ook de eerbied van zo'n altaardoek, hè? Ja. Dat er nog echt is. En wat ook echt uit die tijd, dus ja. uit 1380 ongeveer, bestaat. Ja. En nog meegedragen wordt. Dat is wel zoveel eeuwen geschiedenis die je dan echt tastbaar hebt. Ja. Hè? Maar ik vind, dat merk je ook als je langs de kant staat. Op het moment dat het doek voorbij komt, dan is er toch... Ja. Net of er iets in de lucht zit, waarbij je dan zoiets hebt van wow. Het is in één keer stil op straat. Ja. Ja. Heb jij het wel eens vastgehouden? Nee. Oh. Nee. Maar ik krijg er wel glimoogjes van. Hij zou dat wel graag willen. Nou, ja, echt vast. Het zit ook in een omslag. En ik denk, als je hem daaruit zou halen, dan weet ik ook niet wat er overblijft. Ja. Maar nee, de koster die waakt erover en het komt er niet uit. Ja, het is wel jammer, maar je hebt het wel gezien. Maar, nee, maar hij wordt ook getoond. We hebben hem vorig jaar ook nog getoond in de kerk voor de hoogmis. Ja. Omdat het 90 jaar geleden was, de doek terugkwam uit de Hoogstraat. Toen hebben we nog echt een volk laten zien. En je ziet ook echt het bloed van Jezus. Je ziet er vlekken op, Ja, dat is het wonder natuurlijk, hè? Ja. Dat de witte wijn, dat bloed van Christus. Het rood is een beetje vervaagd, maar... Ja, maar dat is ook niet altijd. Ja, bovendien had de priester het ook uitgewassen. Ja, maar het was hem niet gelukt. Het was hem niet gelukt, nee. Dat zijn toch mooie verhalen eigenlijk. Hele mooie verhalen. Wat zou het leven zijn zonder die verhalen allemaal, hè? Dat maakt dat heel bijzonder. En een reus. En een bloedproces. Wil je nog meer? Ja, het is heel divers. Ik burgemeester zou zijn, zou ik beren trots zijn. Maar volgens mij is hij dat ook. Ja. Ja. Ik wil heel graag even naar Marijn doorschuiven. Ja. Want wat ik net ook al zei, ook hier kunnen we uren over door blijven praten. Maar Marijn heeft ook een heel mooi onderwerp. Ja, maar het is ook weer een verhaal natuurlijk. Hè? Ja. Ik vind het wel een mooi bruggetje eigenlijk. Want wat mevrouw ook net zegt, verhalen, dat willen mensen leuk. Hè? Je hebt er iets aan en je kunt er zelf wat mee. En met dit boek, dit is het fotoboek wat ik gemaakt heb. Mm-hmm. En met dit boek heb ik eigenlijk ook een verhaal willen vertellen. En op deze vorm, het fotoboek, wil ik dat ook dus echt uitdragen. Ja. Want wat ik zo bijzonder vond van jou, dat stuk wat in Brabant Centrum stond afgelopen week. Ja. Je zegt daarin ook echt van licht en emotie. Je kan het niet los van elkaar zien. Nee, dat klopt. En ledlicht, het verandert de kleur van nacht. Ja, dat en klopt. Ik vond het zo mooi, want ik kon me er geen voorstelling van maken. Ik ken ledlicht, maar ik heb het eigenlijk nooit vergeleken met op het ene moment ledlicht... En op het andere moment een normale gloeilamp erin. Mm-hmm. En aan de hand van jouw foto's, dan zie je inderdaad dat die emotie er wel bij hoort. Ja, dat is ook eigenlijk wat ik een beetje probeer. Is dat, kijk, straatverlichting is eigenlijk iets wat we allemaal gebruiken. Hè. Het staat in de openbare ruimte. En we nemen het eigenlijk een beetje voor lief. En het is ook eigenlijk alleen maar voor de mensen gemaakt. Hè. En juist omdat het een beetje zo'n banaal object is, om het maar zo te noemen, vond ik het juist interessant dat... er eigenlijk heel weinig aandacht wordt besteed aan hoe men bepaalde kleuren in een straatbeeld past. En daar werd naar mijn idee niet echt goed naar gekeken, naar de beleving van het licht. Hè. Er wordt wel gezegd van, hey, LED is duurzaam, dat is hartstikke goed. En ik vind duurzaamheid is ook belangrijk. Maar je moet niet iets duurzaam noemen en dan meteen eigenlijk daarmee het woord duurzaam meteen de discussie doodslaan. Ja. Dus dat men zegt van, hey, duurzaamheid... Okay, en dan maakt het niet meer uit. Dan maakt het niet meer uit. Want als het al groen is, of het is paars, of het is blauw... dan maakt het toch allemaal niet uit. Nee, want dat maakt wel degelijk uit. Maar dat maakt wel degelijk uit. Ja. Wij mochten jouw foto's laten zien. Ja. Collega Frank die heeft daar een mooie compilatie van gemaakt. Jij had ze genummerd. Ik weet niet of het de bedoeling was dat ze op nummer achter elkaar getoond zouden Enigszins, worden. Enigszins, maar dat maakt niet uit. Dat heeft hij niet gedaan. Hij ging zelf meer voor het gevoel van kleur, wat hij ook zag... Dat vond ik ook wel mooi dat hij Tof, dat deed, want het is ook weer een stukje emotie. Tuurlijk. Laten we daar eens even naar gaan kijken en dan daarna heel graag even nog jouw reactie op verschillende foto's. Ja, tuurlijk.
Marijn, waarom bleven deze 15 foto's over? Goeie vraag. Nou ja, je moet natuurlijk altijd... Hè, ik ben in 2010 ben ik begonnen met het project. Of daar is eigenlijk de aanzet begonnen. En uiteindelijk als je dan een... Je had een heel creatief proces door. Dus je maakt heel veel foto's. Ik ben uren en avonden achtereen ben ik op pad geweest. En uiteindelijk dan kom je tot de selectie van eigenlijk de meest extreme. Ik heb natuurlijk heel veel meer foto's. Maar ik heb uiteindelijk een serie gemaakt waarbij ik eigenlijk heel veel extreme laat zien. Bijvoorbeeld het hele felle blauw of het hele felle groen. Dat zijn eigenlijk twee die in de serie heel erg... Maar dat is heel overheersend als je dat zo terugziet op beeld. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. En dat was ook een van mijn eerste reacties. Want het is eigenlijk begonnen in mijn woonplaats in Oost. Of in ieder geval bij de Houtbreker. Daar kom ik vandaan. Mm-hmm. Ben ik geboren. We hadden vroeger in de jaren 80 die oranje verlichting. En uiteindelijk is dat nu allemaal aan het veranderen. En toen ik daar echt onderzoek aan het doen was, toen kwam ik in één keer van... Hé, ze hebben dus ook groene straatverlichting. En in Eindhoven, in de buurt van Meerhoven, heb je dan dat blauw. En toen dacht ik van ja, maar dan krijg ik meteen vragen. Zeg maar, waarom doet men dat? Ja. Want dat heeft een enorm effect van hoe zo'n ruimte er in één keer uitziet. Maar je hebt zelfs van die lampen die de gemoedstoestand beïnvloeden als mensen wakker worden. Ja, zo'n wake-up light. Ja, ja, klopt. Dus daar werk je ook al met kleuren. Ja, natuurlijk. En dat, dat wil dan echt heel daglicht nabootsen. Dat is daar heel erg voor bedoeld. Hè? Dat je een soort van natuurlijk ritme en je wordt dan wakker. Maar ja, natuurlijk s'avonds, het is altijd kunstlicht. En normaal gesproken is het altijd donker. Maar ja, als je dan met kleur gaat experimenteren, dat kan op zich wel. Hè? Want groen heeft dan bijvoorbeeld het eigenschap dat je met groen kun je 's nachts beter zien. Onze ogen die zijn dan 's nachts gevoeliger daarvoor. En het is een hartstikke leuk argument om het dan groen te maken. Maar ja, als je dan naar de openbare ruimte kijkt, wat het dan in één keer doet, dan kun je zeggen van ja, is dit dan iets wat we moeten willen? Want dat is natuurlijk wel toekomst. Ja. Toen jij met zo'n conclusie kwam bij verschillende bedrijven, hebben ze je toen niet uitgelachen? Of hebben ze wel naar je geluisterd? Nou, ik had eigenlijk voornamelijk contact met onderzoekers, maar dus ook zowel... Ja, die keken naar wat het effect van het licht was. Bijvoorbeeld in Wageningen zijn ze nou met een onderzoek bezig, het effect van kunstlicht op natuur. Maar ik had ook met technici gesproken. Die zeiden van ja, het wordt eigenlijk geplaatst omdat het heel erg te maken heeft met bezuinigen. Of in ieder geval bezuinigen, het besparen van stroom, dat is het dan. En uiteindelijk kwam ik dus ook een verlichtingsbedrijf te spreken. Want ik had meer plekken nodig waar die dingen staan. Ik bedoel, je kunt wel gaan rijden. Maar ja, je moest het natuurlijk wel tegenkomen. Ja. En die waren het op zich wel met mij eens. Zeggen van, nou ja, er wordt weinig aandacht besteed binnen de gemeente. Van, wat komt er daar te staan en wat komt er daar te staan? Vaak is dat een hele politieke keuze. Die ook heel erg geleid wordt door economische keuzes. Hè, mm-hmm. Van, wat moet het kosten? Wat gaat het ons opleveren? Wat is de terugverdienmodel? Over hoeveel jaar verdienen wij dat weer terug? Ja. Want LED is in die zin ook echt duur om aan te schaffen. Ja. Maar die kleur is dan eigenlijk helemaal niet meer belangrijk. Die kleur is dan in die zin iets minder belangrijk, hè? Want men gaat er vanuit van oké, met groen kunnen we 's nachts beter zien. Oké, dan doen we dat voornamelijk in de buitengebieden. Dat zie je ook vaak tussen dorpen en de buitenringen daarvan. Mm-hmm. Blauw heeft weer een andere eigenschap, dat het ten opzichte je een besparing oplevert ten opzichte van je output. Dus hoe blauwer het licht, hoe meer je bespaart. Nou goed, en dan zijn er nog allemaal tussen dingetjes, kleuren voor. Maar wat eigenlijk een beetje de grote lijn is, dat men zegt van, nou ja, dat groenachtige licht, dat is gewoon, daar krijg je een mesopisch zicht van. Dat is een beetje een moeilijke term, maar dat houdt eigenlijk in dat je dus met die kleuren beter kunt gaan zien. Ja, eigenlijk moet je daar heel goed over nadenken als gemeente. Ja. Want je kan je ook met licht je veiliger voelen bijvoorbeeld? Of, kijk, omdat licht en kleur natuurlijk heel erg belangrijk zijn. Ze werken heel erg op emotie. Dus als we zitten hier in de ruimte met een bepaald soort kleurlicht. Als we die kleur zouden veranderen, dan heeft het natuurlijk effect op ons, hoe we de ruimte ervaren. Ja. Zo werkt dat. Maar ik snap niet altijd die keuzes. Nee. Heb jij een boodschap ook met dat boek? Nou ja, dat is eigenlijk wat ik een beetje net zei, is dat met dit boek wil ik dus heel erg een bewustwording laten ontstaan bij de kijker. En dan eigenlijk ook meteen af te vragen van, omdat dit dus toekomst is, hè, LED-verlichting is de toekomst, van is dit iets wat we moeten willen? Ja. En moeten we die kant dan op? En waarom hebben wij daar geen inspraak in? Hè? Want het wordt door de overheid en gemeentes wordt dat allemaal, neergezet. Wordt het neergezet. Maar ja, er was vrij weinig, vind ik, burgerparticipatie. Want uiteindelijk lopen wij daar wel. Ik
doorheen. Ja, maak je er gebruik van. Ja, maar dus alle... in Boksel, op Münster hebben ze dan ook ledverlichting. Er was een proef en daar konden de bewoners op reageren. Maar ik weet niet of daar reacties op gekomen zijn, maar zo is het wel gepresenteerd. Toen. Ja, klopt. Ja. Nou, ik heb dat ook gezien. En ik heb ook dat bedrijf gesproken die dus dat heeft afgenomen. Alleen een beetje het frappante vind ik is dat het bedrijf wat overigens ook het advies aan de gemeente geeft, dan ook het onderzoek doet. Ja, dus dat is natuurlijk geen onafhankelijk onderzoek. Nee. Dus je moet een onafhankelijk onderzoek doen die een onderzoek doen naar van wat is de beleving van een bepaald soort licht. In plaats van, we hebben natuurlijk baat bij als zij lampen kunnen plaatsen. Ja. Ja. Eigenlijk moet elke gemeente dat boek gewoon kopen. Nou, ik denk dat het een goede lineaal is. Ja. Weet je, Marijn, we zagen net 15 foto's. Ja. Hoeveel foto's maak jij voordat je tevreden bent over die ene foto die bijvoorbeeld in zo'n boek kan komen? Dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat je dat gevoelsmatig ook een beetje aanvoelt. Hè? Ik ben dan voornamelijk hier in Brabant geweest, omdat dat ook voor mij logistiek een beetje, hè? Dat was voor mij het makkelijkst. Mm-hmm. En omdat dit eigenlijk een heel exemplarisch voorbeelden zijn, want het gaat eigenlijk over heel Nederland. Er zit ook een referentielijst in het boek, die eigenlijk door heel Nederland laat zien van, hey, hier zijn lampen geplaatst, en die kleur en die kleur en die kleur. Maar het kost, op een gegeven moment dan heb je van alles wat. En dan moet je gewoon een selectie gaan maken van, oké, dit is een hele goede groene en dit is bijvoorbeeld een hele goede blauwe. En dan ga je echt een edit maken. En zodoende probeer je dus een verhaal neer te zetten in beeld. Dus ik heb dan ook in mijn serie bijvoorbeeld, ik kan wel een voorbeeld geven. Dat je bijvoorbeeld vanaf deze foto, bijvoorbeeld waar dan een beetje cyaanachtig groen hebt. Mm-hmm. En dan bij de volgende bladzijde, dan kom je juist bij een heel ander soort licht weer uit. En dan heb je meer dat weer wat meer soort groenachtige. Ja. Probeer echt die hele. In de edit probeer ik heel erg dan weer. Kijk, en hier heb je dan weer een wat goudgroenige. Ja. Dus om wat meer mee te spelen eigenlijk. Ja, precies. En dan hier weer een hele harde witte. Ja. Dus je probeert de kijker steeds weer van zijn stuk te brengen door weer een ander soort kleur te laten zien. Ja. Maar nou heb je al verschillende prijzen ook gewonnen. Ja, klopt. Wat is jouw doel? Mijn doel is eigenlijk om in ieder geval voor de toekomst nog meer fotoboeken te maken. Hè? Om dus ook echt mijn verhaal. Om dat uit te dragen en mensen te laten zien van, hey, dit is er voor mij, dit is er gaande in de maatschappij. En dit vind ik belangrijk dat jullie dit zien. Natuurlijk ook voor de doelgroep. En verder wil ik gewoon commercieel werk doen en daarnaast mijn eigen projecten blijven doen. Dus echt mijn eigen verhalen blijven vertellen. Want wanneer ben je afgestudeerd? Ik ben afgelopen juli afgestudeerd. Oké. Ja. En volgens mij loopt het best goed, toch? Ja, het leuke is ook dat er zijn, in ieder geval van deze serie, zijn er 5 werken in de kunstcollectie van de Tweede Kamer gekomen. Oh, wat leuk. Dat is niet het minste. Nee. Dat is echt... Dat is erg leuk. En voor iemand die net afgestudeerd is en een eigen boek heeft laten drukken. Want het is hier ook in Boksel gedrukt en bij Tiele en bij Hekspoor gebonden. Dus het is echt een beetje Boksels bedrukt. Het kan nog niet op de erfgoed lezen. Nee, dat duurt nog even. Maar dat hoeft ook niet allemaal. Nee. Maar de burgemeester is er wel trots op, hoor. Absoluut. Ja. Heb je al een nieuw idee, Marijn, waar je mee verder wil? Ik zit nog wel heel erg in de buurt van kleur en architectuur. Dat is wel. Ik heb daar ook mijn scriptje over geschreven. En ik wil ook wel een beetje in die kant blijven. En er zijn ook bedrijven die nou aan het kijken zijn hoe je kleur bijvoorbeeld in ziekenhuizen toe kunt passen. Om bijvoorbeeld de lichttijd te verkorten. Nou, en ook hoe bijvoorbeeld licht op onze hormonen werkt. Bijvoorbeeld het slapen. Hè. Slapen is een van de grote problemen die nou heel erg speelt. En natuurlijk door onze tablets, onze telefoons, het blauwe licht, het blauwe ledlicht, verstoort eigenlijk het aanmaak van melatonine. En dan kunnen we door moeilijk in slaap komen. Dus dat zijn eigenlijk van die dingen dat ik denk van, daar zit iets. Hè, dat laat eigenlijk iets zien wat er eigenlijk gaande is. Maar jij kan dus eigenlijk alle kanten op. Hè? Je kan inderdaad gezondheidszorg, gemeentebestuur. Overal kun je een adviserende functie uitoefenen. Bijvoorbeeld, ja. En het is natuurlijk hartstikke leuk als het dan ook deels bij bedrijven terechtkomt. En dat is ook bij dit boek gebeurd, waar ik ook bij een verlichtingsbedrijf, die hebben een deel van het boek afgenomen. En het andere deel komt dan echt bij fotografie-liefhebbers en ook kunstliefhebbers en zo terecht. Ja. Hey, ontzettend veel succes. Merci. Ik kijk af en toe ook, moet ik op het klokje kijken, maar tijd tikt altijd door. Altijd. Ja, dus ik dank jullie alle drie heel hartelijk voor jullie aanwezigheid. Dank je wel. En wij gaan nog even kijken naar een stukje van Theater Orion, wat zij 2 jaar geleden gespeeld hebben. Het stuk heet 2013, speelde ook in 2013.
Daarna hebben wij weer 4 nieuwe gasten bij ons aan tafel zitten. En daar praten we heel graag verder mee. Ach, kijk wat lief. Moet je dat nou zien? Wat snoezig. Hi, Nets. Kijk onze schone slaapster daar nou liggen. Je zou er toch zo een zoen geven? Nou, ga je gang. Met Dorenroosje was de prins ook een vent, dus... Het doet me toch altijd wel wat om mensen onder werktijd zo ontspannen te zien. Ja, misschien was dat wel beter geweest, dichter. Dan was ik nu ergens anders geweest, iets leuks aan het doen. Ja, paas eieren schilderen. Oh, man. Lekker de hele dag sleutelen aan de auto. Alle Star Trek-episodes aan één stuk afkijken. Inkopen doen voor de paasbrunch. Uitgebreid op stap met de jongens. Bij mijn moeder op bezoek gaan. De hele familie over de vloer. Heel de avond lol, wat dus zat. En lachen en oude films. Geen werkdruk. Geen belachelijke werktijden. Geen problemen. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Hoe ben ik hier terechtgekomen in deze situatie? Hoe ben ik hier terechtgekomen in deze situatie met deze mensen? Wat nu weer? Ja, dat weet ik niet, bij mij is alles goed. Die rok alles op groen. Sorry, was het alarm op mijn mobiele telefoon? Oh, dat dacht ik al. Ja. Zo. U bedoelt toch niet? Krijg nou wat? Zijn wij dood? Oh, dood is een woord wat wij niet gebruiken. Maar dit is wel de plaats waar je dan naartoe gaat. En als wij dan dood zijn, zijn we dan in de hemel of in de hel? Alle twee en geen van tweeën, dat is net hoe je het bekijkt. Hemel en hel, dat zijn aardse begrippen, die kennen wij hier niet. Oh. En is er ook geen god en geen duivel? Ook dat is hoe je het bekijkt. Ja, nee, allebei, geen van beiden. Ja, sorry dat ik de mis even onderbreek hoor. Zou het u misschien iets vager kunnen zijn? Ja, sorry dat ik u een beetje aan het lijntje houd. Maar ik vind de reactie altijd zo leuk, hè. Eigenlijk zijn al jullie vragen heel simpel te verklaren. Oh, kijk eens aan. Jullie zijn weer terug op de plaats waar jullie zijn begonnen. Hier zijn jullie gecreëerd. Het bijgevoegde tasje bevat het nodige materiaal tot het inrichten van de planeet. De gemaakt. Kijken. Hoe bouw ik een planeet in 7 dagen? Handleiding voor dummies. Nou, dat is praktisch. Hè? Kan jij lekker klussen, manneke? Echt niet. Tuurlijk wel. 2 linkerhanden. Help, mijn man is klussen. Is je nou leeg? Ja, volgens mij wel. Oh nee. Er zit nog iets in. Waar dan? Ja, zoals u ziet, 4 nieuwe gasten bij mij aan tafel. De laatste 4 gasten alweer van vanavond, maar wel met een heel leuk onderwerp. Ik stel ze even aan u voor. En dan zitten er 2 Karins bij, dan wil ik ze niet door elkaar gaan gooien. Karin Nievelstein van Bokstheater, Han Pijnenburg van Bokstheater, Judith Van Damme van het Bokstheater, en Karin van Leeuwen van Theater Orion en Judith ook van Theater Orion. Als je jezelf voorneemt om het niet fout te doen, dan gaat het fout. Maar goed, maakt niet uit. Alle 4 hartelijk welkom. Alle 4 ook heel druk bezig met de nieuwe productie voor dit jaar, die in maart gaat spelen. Het Bokstheater met de productie Dichtbij. En Theater Orion met de Potvis. Ja. En beide onderwerpen die ook heel dicht bij iedereen staan. Als ik dat dan even zo heel snel in mezelf heb opgenomen. Want zeg maar, Dichtbij speelt over de bijzondere belevingswereld van de oudere medemens. Ja, klopt. En bij De Potvis gaat het over een tragicomedie van 2 zussen, hun moeder en de buurjongen, die geconfronteerd worden met de houdbaarheid van hun huidige bestaan. Nou, volgens mij kunnen we ons daar allemaal wel een keertje in terugvinden, of niet? Ik denk ook dat het heel herkenbaar zal zijn voor veel mensen. Ja. Ja, het is eigenlijk over een week of 3, 11 maart en 13 maart, dat de première zijn van jullie beide voorstellingen. Willen jullie er al iets meer over vertellen? En wie wil de spits afbijten? Bokstheater of Orion? Orion. Judith. Ja, er wordt al hierheen gekeken, want jullie willen ook veel geheim houden, hè, begreep ik. Ja. Ja.
Eigenlijk wel. Nou, ja, maar goed, ik zit er ook nog bij. Wie weet wat ik jullie kan ontfutselen. Ja. Nou ja, wij willen natuurlijk ook niet al helemaal de clue weggeven. Dat is ook niet. Maar wat we wel kunnen vertellen is dat het stuk dus gaat inderdaad over een moeder en haar twee dochters. Twee hele verschillende dochters. En ik speel er één van. En we hebben meer de zorgende dochter. En de andere is wat meer degene die er altijd helemaal op en top bij wil lopen. En een beetje richting arrogantie gaat. En welke ben jij van de twee? Die laatste, die wat arroganter moet spelen. Ja. De buurjongen, de boodschappenjongen. Die ook wel een gezellige noot in het geheel is. Dus het is echt met vier spelers. Karin, welke rol speel jij? Ik speel geen rol, nee. Okay. Nee, ik ben deel van de club die meer voor de organisatie zorgt. Oké, maar dat is ook ontzettend belangrijk natuurlijk. Ik hoop van wel, ja, dat ze er iets aan hebben. Dan ga ik toch even terug naar Judith om verder te laten vertellen. Ja, het stuk begint ook in het huis bij moeder. Vader is net overleden en dat is eigenlijk een beetje de start van het geheel. Waarbij je dus gaat zien van wat dat een beetje met het gezin heeft gedaan. En vanuit daar wordt er een beetje verder uitgebouwd. En dan komen er een aantal vervolgen. Jullie spelen gewoon normale theater waar jullie altijd spelen. In Orion, ja. Boxtheater, jullie gaan weer aan de wandel? Ja, wij gaan weer op locatie. Ja. Iets minder locaties als andere jaren. Iets minder wandelen. Hele grote locatie. Maar ja, wel een bijzondere locatie. Hele bijzonder. Ja. Want het verzamelpunt is in het centrum van Bokstel. Ja. Meer bij ons oude vertrouwde Rembrandt. Mm-hmm. En vanuit daar dan worden de mensen weer geïnstrueerd en in groepjes. In principe begint het ook al bij Rembrandt. Dan krijgen de mensen al een opdracht mee. En dan... Dan van daaruit vertrekt het publiek naar de locatie en gaat het verder. Ja. Dat is het enige wat je erover kwijt wil? Nou, we kunnen nog wel een tipje van de sluier lichten. Kom op, Karin. Dus eigenlijk een dag, zeg maar, in een huis, een bejaardenhuis, verzorgingshuis bij ouderen. En eigenlijk zie je een dag in het leven van mensen, oudere mensen in een verzorgingsbejaardenhuis. Ja. Eigenlijk iets waar iedereen tegenop ziet. Zeker nu, met alles wat er te veranderen staat. Ja. Zeker, ja. Want eigenlijk het bejaardenhuis zal verdwijnen. Dus, maar jullie schijnen daar de oplossing voor gevonden. Nou, dat denk ik niet. Nee. En we zijn ook echt in het bejaardenhuis geweest kijken. En daar was ook voorbereid. Hoe die mensen daar... Hoe werd daarop gereageerd? Erg leuk. Ja, dat is echt heel leuk. Dan kun je ook merken dat er in het bejaardenhuis alles wat daar anders is dan gewoon een dag. En er komt dan zo'n stelletje van die spelers binnen die dan even wat komen neuzen daar. Ja, die vinden dat prachtig, die mensen natuurlijk. Die hebben dan even een beleving. Want Han, wil jij een tipje van jouw rol oplichten of zeg je van nou liever niet? Nou, we zijn natuurlijk allemaal gewoon karakter van iemand uit een bejaardenhuis. En de een is wat drukker en ik ben een hele rustige. Je bent een hele rustige. Ben je dementerend of ben je... Nou, laat ik het daarbij houden. En jij, Karin? Ik ben niet dement. Ik woon er al een aantal jaren. En hoe oud ben je? Ik ben 78. Jet ben ik, Jet van der Brand. Hij ben ik verliefd op de tuinman. Oh mijn god. Ik vind het heel moeilijk, want de dagen duren daar heel lang. Dus ik hou wel van grappen maken. Pesten. Ja. Klopt, hè? Ja. Hebben jullie vorig jaar ook een rol gespeeld? Ja. Was heel anders, denk ik. Ja. Maakt het dat zo bijzonder om bij het Boxtheater mee te doen? Nou, wat ik zelf heel bijzonder vind, is toch wel altijd op locatie. En inderdaad de diversiteit van de verschillende stukken. Altijd toch weer een andere uitdaging. Vaak andere regisseurs. Het is gewoon heel leerzaam. Gaan jullie ook bij elkaar kijken? Ja hoor, en we wisselen soms ook wel spelers uit. Ja, maar dat vind ik altijd zo mooi hier. Dat, er zit geen haat en nijd, geen afgunst. Nee.
Nee, het gaat allemaal mooi. Iedereen is geïnteresseerd in elkaar. En... ja, wat Karen ook zegt. We hebben net even zo met elkaar gesproken. En Carolien, speler van ons, heeft de Orion gespeeld. Nick. Een stuk wat we net ook lieten zien. Debbie van der Loo heeft bij ons gespeeld. Nick Audians. Ja, dus het is gewoon echt heel erg leuk. Ja. Meerdere voorstellingen in 2015. Als het nou in maart zeg maar afgelopen is, hè, die voorstelling, wat gaan jullie dan de rest van het jaar doen? Ga je dan alweer werken aan een nieuwe voorstelling of laat je het bezinken? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ik denk dat je achterloopt, want wij zijn al met het volgende jaar bezig. Voorbereiding, kijken wat we willen volgend jaar. Willen we weer het wandeltraject? Willen we één stuk? Welke regisseur nemen we in de armen? Willen we het stuk zelf ontwikkelen? Willen we een bestaand stuk? Daar zijn we nu eigenlijk al mee bezig. Wat we volgend jaar willen. Ja, maar wat ik eigenlijk bedoel is van, het is maart, het is best vroeg in het jaar dat je eigenlijk stopt met je voorstellingen. En de rest van het jaar is het dan stil. Nou hebben we dit jaar gelukkig weer een Dommeltheater. Ja, ik wou zeggen, dus wij gaan er alweer mee. Ik wou net zeggen, ik hoop dat jullie dan weer mee gaan doen. Maar daarna, dan is het eigenlijk weer een beetje radiostilte. En dan, ja, volgend jaar komt het weer een beetje op gang. Is dat niet jammer? Nee, maar zo is het ook niet. Want eigenlijk meteen al na de laatste voorstelling zijn we alweer bezig met de volgende voorstelling. Mm-hmm. En dan zijn we nog niet bezig met repetities. Maar dan is er bijvoorbeeld een maand waarin er geen repetities zijn. Maar dan houden we bijvoorbeeld workshops met gastdocenten, stemgebruik of improvisatietoneel. Als je geïnteresseerd zijn, gebruik van maken. Hè? Ja. En dan is het eigenlijk alweer hoog tijd om met repetities te beginnen in augustus, september, voor de voorstelling van maart. Ja. Dus nee, we hebben eigenlijk geen vakantie. Nee, voor jullie als spelers niet. Maar voor mensen die heel graag naar theater willen gaan kijken, dan is het natuurlijk wel weer even wat rustiger. Ja. En die zouden tot september, want dan heb je weer de Uitmarkt en het Dommelfestival, dus... Dan gaan we ook aan de bak. Ja, en de bazaar ook. Ja, want jullie stonden natuurlijk afgelopen jaar bij de Uitmarkt in het, laten we het net zeggen, voorprogramma. Dat is goed bevallen. Dat was erg leuk. En, een herberg. Ja, en de organisatie heeft gevraagd of we volgend jaar weer komen. Dat is altijd positief. Ja, heel erg leuk. Ja. Ik ga het toch vragen. Ik weet bijna zeker dat jullie het niet doen, maar als ik het niet vraag... Geef ik het mezelf niet. Willen jullie niet een stukje laten zien uit de nieuwe productie? Je bent welkom om te komen. Ja. Dat weet ik, maar dat doe ik ook. Maar gewoon nu hier, al is het maar 5 regeltjes. Kruip even in die huid van die personage die je speelt en zeg even wat. We hebben nu een groot publiek. Dat is zeker zo. Het triggert mensen misschien wel om net even dat kaartje te gaan kopen. Ja, we hebben er wel over nagedacht, maar we hebben besloten om dat toch niet te doen. Dat is de uitspraak van het Boxtheater. Ja. En hoe denkt het theater Orion daarover? Ja, ook wel een beetje hetzelfde. We hebben het van tevoren ook wel over gehad. Als je een stukje uit je rol wil laten zien, is het vaak ook met je kostuum erbij. Dat je echt er helemaal als dat typetje kan zitten. En ik zit nou als Judith op de bank en niet als Roos. En dat maakt het dan gewoon lastiger om te schakelen. Ja. En wij zeggen ook, kom kijken. Ja. Jammer. Nou, misschien als ik nog een klein tipje van de sluier op mag lichten. De schrijver van De Potvis is ook onder andere scenario schrijver van Gooise Vrouwen. En heel veel mensen kennen natuurlijk die serie. Dus dan kun je ook wel een beetje aanvoelen welke kant het op zal gaan. Ja, schrijver is Frank Houtappels. Ja. Jullie nog een tipje? Ja, ik blijf toch proberen. Wij blijven het Boxtheater. Ja. Nou, nee, dat is helemaal niet erg. Nee. Maar goed, ik zou het mezelf gewoon niet vergeven. Als ik nog wel iets had kunnen ontfutselen, dan gaan we het gewoon daarbij laten. En dan wens ik jullie heel veel succes met de première. Heel veel succes met alle uitvoeringen. Ja, mag ik toevoegen, het is voor de mensen echt de maand maart. Zijn nou eigenlijk dus de Boxers Theaterweken. Want het is nou een paar weken aaneengesloten, dus Boxtheater, Orion Boxtheater. Dus dat mensen deze kans grijpen om naar alle producties te komen kijken. Ja. Nou, volgens mij gaat dat helemaal goed komen.
Klinkt ook. Nou, het lijkt me hele mooie woorden om mee af te sluiten. Ik bedank alle gasten die we vanavond hier gehad hebben. En op 10 maart is er weer een nieuwe Dommeland Live. Die gaat voor de eerste keer gepresenteerd worden door onze nieuwe collega Geert Hoes. Dus ik zou zeggen van allemaal kijken dan in ieder geval. Voor vanavond dank u wel voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. En een hele prettige avond nog.